door met het onderwerp, het laatste onderwerp van dit uur. Dat heeft te maken met vrouwen die een voorstadium van borstkanker hebben. Die krijgen dan meestal chemo en bestralingen. Maar patholoog Jelle Wesseling, die hier bij ons aan tafel zit, die zegt dat is helemaal niet nodig, want slechts een kwart van die vrouwen heeft hier echt baat bij. Bij die andere drie kwart zal het nooit uitgroeien tot borstkanker. Dus eigenlijk is die intensieve chemobehandeling voor niks. Maar ja, hoe kom je erachter bij welk type van dat voorstadium geen chemo nodig zal zijn en bij welke wel? Ja, wisten we dat maar. En dit geldt ook voor andere vormen van kanker waarschijnlijk. We gaan daar eens over doorpraten met Jelle Wesseling. Hartelijk welkom. Ja, u bent borstkankerpatholoog verbonden aan het LUMC en aan het Nederlands Kankerinstituut Antonie van Leeuwenhoek. Gisteren hebt u een oratie, uw oratie gehouden. De titel was Borstkanker, minder is meer. Klopt. Vertel eens wat dat betekent. Ja, less is more. Ik weet het in de architectuur, maar bij borstkanker is het toch weer iets heel nieuws. Ja, nou om even terug te komen op je inleiding. Ja. Het gaat over twee zaken. Dat is de voorloperafwijking van borstkanker. Die wordt eigenlijk nooit met chemo behandeld. Oh. Die wordt wel eigenlijk altijd geopereerd. En als het sparend wordt geopereerd, hè, dus dat er een deel van de borst wordt verwijderd, wordt er in vrijwel alle gevallen ook nog bestraald. En het tweede is, als er borstkanker is, hoeveel baat heeft een specifieke vrouw dan van die chemo? En bij die voorloperafwijking is het zo dat 3 van de 4 nooit echt borstkanker worden. En dan is het misschien wel een beetje jammer, en ik zeg het voorzichtig, dat die vrouwen worden geopereerd en bestraald worden. Dat is niet iets wat je graag ondergaat. Het zo'n voorstadium van borstkanker, hebben we het dan over kalkspatjes bijvoorbeeld? Ja, dat is, zo wordt het ontdekt, vaak bij vervolgsonderzoek. En, ja. En ik denk dat velen van jullie wel weten, dat of uit de omgeving kennen, dat als vrouwen naar de borstkankerscreening gaan, dat er dan van die kleine verkalkingen gevonden kunnen worden. Dat hoeft geen voorstadium te zijn, maar dat is regelmatig wel zo. Dat zijn er tegen de 2500 in Nederland per jaar. Ja, een vriendin van mij had dat, maar die is wel geopereerd. Ja, dat klopt. Dat is nu de standaardbehandeling. En we komen er steeds meer achter dat misschien wel eens te veel zou zijn. En dat verklaart de titel van mijn oratie. Ik ben nog een beetje schor van die oratie, maar vooral ook van wat daarna gebeurd is. Het is goed dat u hier nu weer zit dan. Ja, fris en fruitig. Eerst mijn jongste zoon nog naar voetballen gebracht. Om 7 uur 's ochtends en toen hier. Nou, goed, maar u hebt een missie. Dat kan natuurlijk niet. Hè? Ik bedoel, we moeten beter uitzoeken wanneer. Je snijdt in een gezond lichaam, zeg maar zeggen. Ja, en als je denkt aan de eed van Hippocrates, en ik wil het op de vroege ochtend niet te zwaar maken, maar je zegt wel van first do no harm. Je bent er voor de gezondheidszorg, niet voor de ziektezorg. Dus je moet mensen die gezond zijn niet ziek maken. En je zegt. Dat gebeurt met chemo natuurlijk. Ja, nou, dat is bij borstkanker. Dat is bij borstkanker. Nee, we moeten het even uit elkaar halen. Ja, even uit elkaar. Dat is belangrijk. Ik heb al enorm veel verwarring gezaaid met mijn inleiding. We hebben het nu over die vrouwen die dus een voorstadium van borstkanker hebben. En dat kunnen kalkspatjes zijn, maar misschien ook iets anders. Hè? Ja. En dat noem je dat decies? Ja, dat is ductaal carcinoma in situ. Dat is een ingewikkelde manier om te zeggen dat er kanker in de melkgangetjes van de borstklier zitten. Je kunt je afvragen of je het dan wel kanker moet noemen. Hè? Dat is een andere vraag. Misschien moet je het gewoon helemaal geen kanker in de melkgangetjes noemen. Want dat veroorzaakt al veel verwarring. En het is eigenlijk. Het zijn afwijkende cellen die ongecontroleerd kunnen delen in die melkgangetjes. Nou ja, als wij. Ik ben 50 plus, maar als je 50 plus bent, dan zijn er overal in ons lichaam wel dingen aan de gang waarvan je denkt van nou, dat is niet helemaal oké. Okay. We ontsporen steeds meer. De luisteraar kan het niet zien, maar ik ben kaal, dus ik moet in het zonlicht een petje op, anders gaat het bovenop niet goed. Een webcam hebben wij, hè? Oh, ja. Had je even geen rekening mee gehouden. Nou, nu gaat iedereen. Nee, nou, ik weet. Het mag. Ja. Maar u zegt eigenlijk, als je gewoon gaat zoeken bij iemand, dan vind je altijd wel wat. Ja, als je.
De oude Bijbelse wijsheid zegt van zoekt en gij zult vinden. En dat geldt hier ook voor. Dus ja. Als je hier bij Baarn of zo naar die Total Body Scan gaat, dan is de kans heel groot dat je wat vindt. Maar de kans is nog veel groter dat dat er helemaal niet toe doet. Goed, maar u zegt van al die vrouwen die dus die diagnose krijgen, daar worden dus veel te veel van behandeld. Want er is eigenlijk maar 1 op de hoeveel die daadwerkelijk borstkanker ontwikkelt vanuit zo'n voorstadium. Ja. 1 op de 4. Dus dat betekent dus dat je dus 3 vrouwen overbehandelt en 1 vrouw terecht behandelt. Ja. En daar gaat u wat aan doen. Ja, daar zijn we al heel hard mee bezig. En het gaat eigenlijk om het onderscheid leren maken tussen de decisafwijkingen die het in zich hebben om uiteindelijk het weefsel invasief te worden. Dus het borstweefsel verder binnen te dringen en dan heb je echt borstkanker. Versus degene die dat zeer waarschijnlijk nooit zullen doen. Maar hoe kom je erachter bij wie het wel en bij wie het niet zich zal ontwikkelen tot kanker? Nou, ik ga het heel kort proberen te vertellen. Ja. Wat we al gedaan hebben is dat we van alle vrouwen uit een lange periode in Nederland, alle vrouwen die ooit de diagnose DCIS hebben gekregen, en daarvoor zijn behandeld, hebben we gekeken hoe is het nou hun vergaan. Hè? Wie van die vrouwen heeft uiteindelijk borstkanker gekregen in diezelfde borst? En zijn er dan verschillen te vinden tussen de DCIS-afwijkingen bij de vrouwen die uiteindelijk wel borstkanker hebben gekregen en de vrouwen die dat daarna nooit hebben gekregen. En het bijzondere is dat we in Nederland ontzettend goede registraties hebben als het gaat om de Nederlandse kankerregistratie, als het gaat om de patologierapporten van het weefsel, et cetera. Dat is allemaal centraal toegankelijk. En dat kun je aan elkaar koppelen, zodat je precies weet van, die vrouw heeft dit soort DCIS gehad, die heeft daarna wel of geen borstkanker gekregen. En we weten hoe ze behandeld zijn. We weten hoe uitgebreid het was, et cetera, et cetera. En dan kan je ook dieper in die DCIS-afwijkingen duiken. Niet alleen maar ernaar kijken onder de microscoop, maar ook onder de motorkap. Dus wat is er aan de hand wat betreft het DNA in die afwijking? Wat is er aan de hand met de eiwitten die daar aanwezig zijn? Wat is er aan de hand met de afweer ter plekke, hè? De afweercellen die je daarbij kunt vinden. Ja, wilt u even een slokje water misschien? Ja, dat is wel fijn. Edwin, geef hem eens een slokje. En daar zijn jullie al mee bezig. Want u heeft de Grand Challenge Award gewonnen. En dat is volgens mij gewoon dat u leiding geeft aan een internationaal consortium van onderzoekers. En ook heel veel geld daarvoor heeft gekregen. Dat is dus fantastisch. Ja. Want het is voor. Oké, maar goed. U had al ontdekt dat er 2 soorten eiwitten waren. Ja, dat is ontdekt door Lindy Visser, een promovendus in mijn groep. Die vond dat die 2 eiwitten, COX-2 en HER2, als die in verhoogde mate aanwezig zijn in die afwijking, dat je dan een duidelijk veel grotere kans hebt op het ontwikkelen van borstkanker in diezelfde borst. Terwijl als dat laag is, dan is je risico eigenlijk niet veel hoger dan het inzake het krijgen van borstkanker. Dus het kan nu al bekeken worden? Ja, dat is. Dat zullen jullie misschien wel weten. Maar voordat je dat in de kliniek kunt toepassen, moet je dat altijd valideren. Ja. En dat is nog best een weg te gaan. Die kan je wel binnen een paar jaar afleggen. En daarvoor heb je die internationale samenwerking ook wel heel hard nodig. Ja. Zodat je wel zeker weet van ja, als we dit meten, dan kunnen we echt tegen een bepaalde vrouw zeggen van het is echt safe om er vanaf te blijven. Ja, dit is ontzettend belangrijk onderzoek, hè? Als ik ja zeg, ben ik natuurlijk bevooroordeeld. Nee, maar er zijn zo ontzettend veel vrouwen die hiermee te maken krijgen. Ja. Dus het lijkt mij echt geweldig als er wordt gezegd van nou, bij u hoeft het niet. En dat betekent ook dat ze dan zeker weten dat ze geen borstkanker zullen ontwikkelen. Maar ik kan me voorstellen dat ze dat kan je niet zeggen. Want je hebt ook nog aan de andere kant een borst waar borstkanker in kan optreden. Dus je kunt nooit zeggen van u zult het nooit krijgen. Dat soort valse hoop moeten we niet willen wekken. Ja. Het kan ook zomaar zijn dat in het resterende borstweefsel of helemaal niet gerelateerd aan die eerste DCIS-afwijking, dat er in een ander deel van het borstweefsel een borstkanker ontstaat. Nee. Of ergens anders in het lichaam, darmkanker of weet ik veel wat. Dus het is altijd een afweging van de kansen. Ja. Wij gebruiken voor het woord kans vaak het woord risico.
En bij risico gaan we al een beetje in de adrenaline stand. Want we zijn een samenleving waarbij we extreem risico's willen reduceren. Ik heb hier met verbazing zitten luisteren naar wat ze in Venezuela tegenkomen. Mm-hmm. En ik wil absoluut niet streven naar een risicoprofiel wat ze in Venezuela lopen. Maar omdat wij het hier best heel goed voor elkaar hebben, moeten we oppassen niet door te slaan naar de andere kant. Nog even, hoe kunt u dit onderzoek naar borstkanker nou inzetten voor andere vormen van kanker? Op twee manieren. Eén is meer conceptueel. En daar bedoel ik mee dat je kansen in perspectief moet plaatsen in de context van oké, dit heeft een bepaalde kans. De kans is heel laag en het valt eigenlijk in het niet bij de andere kansen of allerlei ander ongerief wat je kan hebben. Ja. Laten we wel wezen dat 10 mm extra kwikdruk in je bloeddruk is een veel groter risico. U hebt niet veel tijd meer om dit nog af te maken. Nou, dat is één. Ja. Dus in perspectief plaatsen. Het tweede is dat je, als je weet wat voor processen bijvoorbeeld betrokken zijn bij het invasief worden, dus daadwerkelijk tot kanker overgaan, dat die biologische processen soort van generaliseerbaar zijn. Ja. Oftewel, als je weet hoe het werkt voor deze is, kan je ook kijken in andere afwijkingen in het lichaam. Want het principe is hetzelfde. Er zit een bepaald biologisch principe achter. Ja, dus dat is ook eigenlijk niet alleen maar onder die microscoop kijken, maar ook onder de motorkap. Wat speelt zich daar nou af? Hartelijk dank, professor Jesse Wesselinghoorde. Jelle, sorry. Nee, mijn zoon heet Jesse, sorry. Maar ik Jelle Wesseling. Ja, die komt hier niet voor zijn weg. Absoluut.